op het moment dat ik deze video aan het filmen ben, is het echt super slecht weer buiten. Het regent echt continu, dus echt niet fijn. Maar dat maakt me niet uit, want ik heb zin in een lekkere pasta salade en die ga ik vandaag met jullie maken. Ik ga namelijk een caprese pasta salade maken. Dat houdt in dat ik mozzarella en tomaatjes ga gebruiken. Maar natuurlijk voeg ik er nog tal van lekkere ingrediënten aan toe om er een hele fijne maaltijd salade van te maken. Dit zijn alle ingrediënten die we nodig hebben voor het maken van de pasta salade. Uiteraard de pasta. Ik gebruik farfalle. Je kunt ook pennen gebruiken, fusilli of een ander stevig soort pasta. Gebruik geen spaghetti of tagliatelle of zo. Dat is gewoon niet zo geslaagd. Dan een beetje rauwe ham. Ik heb gewoon restjes rauwe ham gebruikt die ik in de koelkast zag liggen. Gebruik iedere rauwe ham die je hebt. Een rood uitje, mozzarella, verse basilicum, wat cherry tomaatjes, goede lekkere olijfolie en peper en zout. We gaan beginnen met het koken van de pasta en doe dit gewoon volgens de aanwijzingen op de verpakking. Ik vind het wel lekker als de pasta nog een beetje al dente is, dus dat hij nog echt een beetje een bite heeft bij een pasta salade. Dus kook hem bij voorkeur een minuutje minder lang dan aangegeven staat. Nou, terwijl de pasta kookt ga ik verder met het maken van de rest van de salade. Dat is echt super simpel. Ik heb hier een grote bak en daarin ga ik de salade maken. En ik doe daar om te beginnen de kaasbolletjes bij. Ik gebruik ze gewoon heel, want dan hebben ze een lekker veel bite. En ik ga de cherry tomaatjes halveren, want anders vind ik ze gewoon net even iets te groot. Ja, gebruik er zoveel je wil. Hoeveelheden maak je in salades gewoon niet zo heel erg veel uit. Als je tomaatjes heel erg lekker vindt, gebruik je er gewoon iets meer. Vind je ui heel erg lekker, dan gebruik je er daar gewoon iets meer van. Maakt op zich allemaal niet zoveel uit. Gewoon door midden en dan kunnen ze beide mozzarella in de bak. Het uitje gaan we ook snijden. Ik ga het uitje snipperen, want ik ben gewoon niet zo heel erg fan van hele grote stukken ui in salades. En ook het uitje doe ik in de kom. En nu is het even wachten totdat de pasta gaar is, want die wil ik er namelijk eerst bij doen. En daarna ga ik pas de olijfolie, peper en zout en het vlees toevoegen. De pasta is inmiddels gaar gekookt en die heb ik onder de koude kraan even afgespoeld, zodat die wat afkoelt. Doe ik niet om het kookproces te stoppen of zo, want normaal is dat helemaal niet nodig. Maar ik wil gewoon niet dat de gloeiend hete pasta bij die mozzarella komt en dat het dan helemaal gaat smelten. Dus, vandaar dat ik hem even heb afgespoeld. Ik doe de pasta bij de salade in de kom. Ik wil even alles meenemen. Daar giet ik vervolgens een klein beetje goede olijfolie bij. En dit doe ik tegen het plakken. En bovendien is het ook gewoon heel erg lekker. Gewoon een paar eetlepels. Maar dit ga ik op smaak brengen met peper en zout. Even goed doorscheppen. Nou, dan kan daar het vlees bij. En dit scheur ik gewoon een beetje in kleinere stukken. Dat hoeft helemaal niet zo netjes. Het is veel te veel gedoe om dat echt heel netjes te gaan snijden, dus ik doe het lekker zo. Nou, dit schep ik er ook nog even losjes door. Het vlees plakt wel heel erg, maar ja, goed, dat komt op zich wel goed zo meteen. Zet dit heel even aan de kant, want er moet natuurlijk verse basilicum bij, want dat maakt een pasta salade echt het allerlekkerst. Ik pluk gewoon een flinke handvol van het struikje af. Ik wilde eigenlijk de basilicum snijden, maar dat is zonde, dus ik pluk hem nu gewoon even lekker in grove stukken. Eigenlijk moet je basilicum niet willen snijden, want dan kneus je echt het blad. En dan gaat een deel van de geur en van de smaak verloren. En dat is gewoon zo zonde. Dus ik doe het lekker zo. Hier en daar wat grove stukken. En de salade krijgt nu ook gelijk meer kleur. Zie je dat? Zo. Ook dit scheppen we er weer even door. En dan is je pasta salade klaar om geserveerd te worden. De salade is klaar. Natuurlijk kan ik niet wachten om even te proeven. Ik heb gewoon de hele bak hier en ik neem een hap uit de bak. Want het scheelt me weer afwas. En ik kan deze bak afgedekt in de koelkast zetten. En dan kan ik de salade morgen nog eten. Of vanavond voor de avond eten. Of wanneer je ook maar wil. Salade is namelijk zeker wel een dag of twee, drie of zo houdbaar in de koelkast. Maar eerst eens even proeven. En ik ga proberen om een hap te pakken waar zoveel mogelijk ingrediënten op zitten. Tomaatje. Oké. Oeps, ik heb hier een hap. Waar zowel pasta als tomaat als mozzarella en basilicum op zit. Dus. Oh, ik ben zo dol op pasta salades. Echt.
Ik moet me echt inhouden om niet die hele bak al in één keer leeg te eten. Ik vind het zo lekker. Pasta salades zijn echt perfect voor bij mooi weer. Of als je gewoon niet zoveel tijd hebt om te koken. Of gewoon lekker makkelijk wil doen. Je flans in 10 minuten zo'n pasta salade in elkaar. En je hebt gewoon eten klaarstaan in de koelkast. Echt ideaal. Echt een aanrader deze. En varieer natuurlijk naar hartelust met het toevoegen van andere ingrediënten. En dat was de video weer voor vandaag. Mocht je vragen hebben aan de hand van deze video, stel ze dan gerust hieronder bij de comments. Dan geef ik zo snel mogelijk een antwoord op je vraag. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hierna, want dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. En ik zie jullie heel gauw weer.